vraag, kan waterveiligheid en natuurontwikkeling samengaan? Nou, dat is een razend ingewikkeld iets. Veiligheid staat voorop en je zult moeten kijken in hoeverre natuurontwikkeling daarin past, wat daarbinnen mogelijk is. En dat is een lastige opgave, maar dat is hem wel. Want we kunnen pas van die natuur genieten als we wel een veilig land hebben. En vandaar ook de campagne Het Groene Hert. En dan moet ik even uitleggen waar het vandaan komt. Kijk, iedereen weet wel dat het klimaat verandert en wat je daartegen kunt doen. Dat zit inmiddels wel tussen de oren, maar nog onvoldoende in ons hart. En hart op zijn Nimmeegs is hert, dus we hopen dat iedereen een groen hert krijgt. Vandaar deze campagne, dit beeldmerk, wat je ook hierachter ziet. En dat was een campagne om iedereen op die manier aan de gang te helpen. Door te besparen op energieverbruik, door woningen te isoleren, etc. Daar hebben we ook allerlei instrumenten bij bedacht. We hebben subsidieregelingen voor van alles en nog wat. Voor groene daken, voor zonnepanelen, voor isolatiemaatregelen. We hebben ook duurzaamheidsleningen. Nou, dat hebben we allemaal in de aanbieding voor al die particuliere woningeigenaren. Wat je ook ziet gebeuren is dat producenten, leveranciers elkaar hier ook ontmoeten en elkaar inspireren. En dat is het mooie van het Groene Hert, dat het ook iets wordt van de producenten zelf. Ze hebben hier etalageruimte en ze kunnen hier hun producten slijten. En het Groene Hert laat duidelijk zien dat economie en duurzaamheid heel goed samengaan.